Hallo. Voor dit mini-college heb ik jullie meegenomen in die Dorpskerk waar ik zelf 46 jaar geleden bijna ben gedoopt. En waar we vroeger woonden met onze familie. En ik wil u iets laten zien. Dat is dit fresco vanuit de jaren 30. En dit was voor mij als klein jochie heel indrukwekkend. En ik was bang voor deze Jezus, dat weet ik nog goed. Omdat hij zo echt dominante wonden had. Hoe jullie dit kunnen zien op de achtergrond. En ik weet nog, toen we verhuisd zijn, als ik jaar 5 was, daar zijn we in een ander dorpje getrokken hier in de buurt. En daar was een Jezus, die was een pantocrator. Die was voor mij veel meer sympathiek. Maar interessant was aan deze Jezus, die pantocrator was, dat hij nog steeds zijn wonden had in zijn handen. En dat vind ik een belangrijk gedachte ook voor de vaste tijd, voor de voorbereiding voor Pasen. Het christendom is een religie die de wonden niet ontkent, maar die ons de perspectief wil schenken dat al onze wonden, de verwondingen van het leven, van de ziel en ook van het lichaam, dat die op een gegeven moment, als we verlost worden, dat die op een heilzame manier worden veranderd. En dit is heel anders dan onze maatschappij het vaak doet en wil zien. In onze maatschappij is het niet gebruikelijk dat je je wonden laat zien. Wonden zijn echt ontkend. Ze zullen geen rol spelen. Mensen willen perfect zijn. En dat is dus niet het evangelie en de boodschap van ons geloof. Maar deze boodschap zegt, deze Jezus achter mij, die is verwandeld, die is nieuw geworden, maar heeft zijn wonden onthouden. En God heeft deze wonden tot plekken gemaakt waar hij is geheild. En waar ook wij kunnen het geluk in vinden. En dat is een echt interessante gedachte die je bij Paulus ook terugvindt. Dat we daar sterk kunnen zijn waar we zwak zijn. Dus daar waar wij denken waar het niet verder gaat, daar zijn de mogelijkheden van God beginnen pas eerst. En dat vind ik een belangrijk en mooi boodschap. En misschien de meest belangrijke boodschap en de centrale boodschap van het christelijk geloof. Dus met deze verwonderde Heer en Heiland, hartelijke groeten van mijn Joyce.